Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat gisteren de laagste positivity rate is genoteerd sinds de tweede COVID-golf. De bewindsman vindt het aantal besmettingen toch nog aan de hoge kant. Gisteren zijn er 20 nieuwe positieve gevallen geregistreerd. Hij zegt dat er ook dagen zijn geweest met veel meer nieuwe positieve gevallen. Verder zijn er in de afgelopen dagen 9 personen overleden als gevolg van het virus. Zolang je besmette personen hebt, moet je ervan uitgaan dat er daaronder ook mensen zijn met onderliggende aandoeningen. En die mensen met onderliggende aandoeningen en risicogroepen, die zijn hebben sneller kans op complicaties en sterfte. In dat kader zien we wel een neerwaartse trend. We zien wel een neerwaartse trend, maar je moet natuurlijk heel erg alert zijn en waakzaam. En het is jammer als personen dan komen te overleden. De bewindsman zegt dat met de neerwaartse trend er iets meer ademruimte ontstaat binnen de gezondheidssector. Het ministerie blijft echter alert en de gezondheidssector probeert elke besmette persoon te monitoren. Mijn taak is om de gezondheidszorg te waarborgen, de bescherming van de burgers. Maar de regering heeft als taak om de samenleving te behoeden van de impact van de COVID-19 op de economie, op de maatschappij, op het sociaal leven. Dat snappen we ook. We hebben een stukje verantwoordelijkheid die we zo meteen ook zullen bespreken. Na een jaar moeten we als regering ook beseffen dat het een op en neer gaat zijn van COVID-19. En daarom bieden we ook straks de optie aan de Surinamer om te zorgen voor die daadwerkelijke bescherming door te vaccineren. Want daarmee kan je dus wat meer ruimte. En hoe meer personen, hoe sneller, hoe meer personen in het land gevaccineerd zijn, hoe beter beschermd de gehele samenleving is. Dus dat moeten we ook gaan beseffen. Het was minister Omar Ramadien van Volksgezondheid. Vandaag zijn de ministers na 2 weken van virtueel vergaderen weer bij elkaar gekomen voor een fysieke raadsvergadering.